Ja. Gunther nog even. Wesley Song, ik ga hem even laten zien. Vorige zaterdag tegen Agen, dat moet toch pijn doen. Je zegt wel van ja, ik zie hem scoren, maar als je dit ziet, was hij echt niet haalbaar? Voor ons niet, voor onze club niet. Nee, was niet haalbaar. Nee, want jouw schoonvader, zoals vraag zegt, ja. 2,5 miljoen euro vroeg hij voor 3 jaar. Maar dat heeft hij bij Lierset ook nooit. Dat heeft dat ook niet. Dat weet ik niet wat ze bij Lierset doen natuurlijk. Ik weet dat er bij ons gevraagd is. En, maar is dat zo? De cijfers laat ik in de midden. Dat is niet iets dat ik buiten breng. Ik denk gewoon dat Wesley maakt een keuze en hij heeft dat bij ons gevraagd. Hij is nu naar Lierset. Ik vind het fantastisch. Ik ken Wesley ook al lang. Ik vind het fantastisch dat hij die doelpunten maakt. Bij Germain voilà, dus, voilà, ik ken hem persoonlijk. Dus ik kan hem alleen maar wensen dat hij dit blijft volhouden. Want hij is toch een speler die die klasse heeft en het kan een doelpunt maken. Heeft Germain Beerschot een goed scoutingsapparaat? Want je moet ze wel gaan zoeken. Hè? Goh, we hopen van wel. We proberen er toch dagelijks mee bezig te zijn. We zijn nu ook nog met een aantal dingen bezig. Dus. Maar is er echt een georganiseerde structuur? Oh, niet zo uitgebreid dan in andere clubs, dat ben ik ook eerlijk. Dat niet, want dat jullie moeten spiegelen, laat ons zeggen, aan Gent, qua stad, qua ploeg. Zo. Ja, nee, Zulte Waregem is straffer qua scoutingsapparaat. Die hebben echt een zone. Soumagoro van Gent, hij heeft ze al in de Europa League getrapt. Hij heeft, die is aangeboden op Germinal Beerschot. Zo is dat. En aangeboden op Agent. Agent is naar Thailand gevlogen, 1 keer, 2 keer, op 3 dagen. En Germinal Beerschot heeft gezegd, laat hem eens testen. Ja, dat is het verschil. Ja. Oké, zij hebben er dan kort op de bal gespeeld. Ja. Wij moeten dat doorgaan nog een klein beetje uitwerken. Dat zal me meer pijn doen dan Wesley Song. Dat doet meer pijn ook, dat is logisch. Voilà. Allee, wij hebben ook bezig geweest met Ruiz op het ogenblik dat hij naar Gent is gekomen. Dus dat is logisch. Dat doet altijd pijn. Maar als je goede scouts pakt, dan win je daar toch ook. Daar zijn wij aan het werken ook, om dat uit te werken. Zoiets. Maar dat gaat ook niet van de een op de andere dag. Dat heeft ook een beetje tijd nodig. Je moet ook de juiste mensen daarvoor hebben, want dat is ook niet zo evident. Iedereen kan scout zijn, maar een goede scout, dat is toch nog iets anders. Voilà, dat komt er allemaal bij. Dat zijn dingen die je ook niet kan doen. Genk is daar echt serieus mee bezig. Sinds een jaar, Herman Vermeulen heeft de verdienste toch zeker dat het scoutingsapparaat heel goed op punt staat. Dat wij daar waarschijnlijk ook pas de vruchten van gaan plukken binnen een jaar. Want ook pas sinds kort, hè? Nog maar in augustus vorig jaar, zal ik zeggen, dat er echt werk van gemaakt. Dan zit je met een lege doos die moet gevuld worden. En daar zijn we nu volop mee bezig. Op dit ogenblik is dat al behoorlijk aan het vollopen, zal ik dus zeggen. Dus het kan op een jaar, Gunther. We zijn er ook een tijdje mee bezig nu. We zijn ook 2-3 maanden mee bezig natuurlijk. Dat is ook iets dat we met Gunther samen besproken hebben en dat we aan het uitwerken zijn. Maar gaat dat ook niet te traag, omdat er een tweespalt in het bestuur is, hè, want nee, er is geen tweespalt in het bestuur. Dat wordt altijd gezegd, maar er is geen tweespalt in het bestuur. Waar komt dat wij dat elke dag lezen? Ja, oké. Dat dan niet waar is. Omdat de pers dat graag schrijft, denk ik. Ik weet dat ook niet. Er heeft een tweespalt geweest, maar dat is 3 maanden geleden. Dus die is er op deze ogenblik niet meer. Dat jij ook een beetje als jojo zit tussen je schoonvader en de voorzitter, Herman Kerstens. Ja, wij zitten niet in een jojo. Wij overleggen met ons drieën, zelfs nu met ons vieren. Want Glenn is erbij gekomen. Dus. Allemaal dikke vrienden nu. Dikke vrienden. We zijn altijd al dikke vrienden geweest, als er niks aan verandert. Ja. Ja, ik denk dat in alle goede huwelijken of huishoudens toch wel eens een verkeerd woord wordt gezegd of iets verkeerd wordt gedaan, dat dat niet geapprecieerd wordt door iemand anders. Maar goed, dat moet ook nog verder, denk ik. Dus in dit geval is dat net hetzelfde. Ja, we zijn op dit ogenblik er heel hard aan het werken om dat te verbeteren. Is het een zware job? Het kan een zware job zijn, maar op dit ogenblik is het wat rustiger, laten we het zo zeggen. Maar je loopt ondertussen nog marathons. Je gaat in Berlijn meedoen. Ik heb me ingeschreven voor Berlijn, maar de laatste tijd heb ik iets te weinig er kunnen voor trainen. Dus dat we het gaan halen, dat zal nog een ander paar maanden zijn. Maar ik zou het graag doen, omdat ik daar een klein beetje een passie van mezelf is. Je hebt New York gedaan, hè? Ja. En nu in hoeveel? 4 uur 40, een kilometer 32 hebben we een klap tegen onze kaak gekregen. Dus. Ja. Maar goed, het was een enorme ervaring. Dus, maar jij was een enorme loper vroeger. Wat is je beste tijd op de Coopertest? Dat is 12 minuten lopen. Beste afstand bedoel ik. 4,5 kilometer ongeveer. 4,5? Echt waar, dat kan ik niet geloven. 4,5? Gert? Ik weet dat niet meer. 3,5 zo. 3,5. Maar 3 kilometer, dat is de minimum. Dat is het minimum. Allee, dat is een goede shot. Ja, dat is zo waar. Ik heb één keer gehad. Ja. En nog een vraagje aan Dirk de Gaan. Jos Fase, komt hij nog veel op de club? Elke keer kijken? Jos is nog altijd lid van onze raad van beheer. Hij heeft daar wel geen functie, geen vaste onderwerpen meer. Hij doet nog een aantal dingen op het gebied van de... een paar projecten in verband met het gebouw en alles wat daar rond ligt. En Jos maakt nog deel uit van de raad van bestuur en komt nog naar alle thuiswedstrijden. Maar klopt het dat hij, als hij het geld er zou mogen insteken,
En dat u dat wel kunt gebruiken, maar dat dat toch maar niet gebeurt, omdat hij dan te veel te zeggen wil hebben. Nee, dat, dat klopt niet. Nee. Nee. Oké, dan is dat zo. In het stadion, dan zijn we al bezig. Wanneer komt dat er in Antwerpen? Dat moet je niet aan mij vragen. Dat zijn andere mensen in de club die zich daarmee bezighouden. Dus, Is dat nog voor binnen dit en 10 jaar? We hopen dat in ieder geval. Maar het zou dat moeten, hè? Ja, voor een stad als Antwerpen moet dat zeker investeren. Een fusie, want... Ja. Met Antwerpen bedoel je? Ja. Dat is allemaal bespreekbaar, denk ik, zoiets. Waarom niet? Ik denk dat Antwerpen zoiets verdient. Maar wil die een fusie? Of? Volgens mij wel, ja. Die dat wel. Het over laatst nog eens duidelijk geweest is in zijn gesprek met Eddy Wouters. Dus ik denk dat iedereen er voorstander van is om dat te doen, denk ik. Dus als het, de stok achter de deur voor één stadion een fusie is, dan komt hier. Dat weet ik niet. Dat moet je aan de bevoegde mensen vragen. Maar voor mij zou dat zeker en vast mogen. Ik ben er voorstander van, maar dat zijn andere mensen die erover beslissen. Dus. Geel, rood, wit, paars. Ik zou het allemaal in de pot gooien in de kleur. Dat komt, dan zou ik nemen. Paars vind ik ook wel mooi. Okay. Hoog tijd voor de goal van de week.